Ik hoop dat wij een 300 plus kinderen krijgen. It's a little bit cold, but we enjoy to going to school. En 20% van onze leerlingen zitten nu in Amsterdam en komen elke dag met de bus. Dat brengt niet zo grote problemen. Dus eigenlijk voor ons, de ouders kunnen wonen waar ze willen. En we vinden een transportoplossing. Benvenuti nella classe di italiano. Già, nella sua lettera. Tipo un po' di pietà, tristezza. En onze plek in Bergen is echt een mooie plek. So eigenlijk, ik ben open voor alles. Ja, we zijn nu in discussies over wat zijn de beste opties voor de school. Maar eigenlijk, mijn prioriteit is eigenlijk niet in deze discussie te gaan, maar zoveel mensen van de EMA te overtuigen hier te komen. Oh my god. Maar natuurlijk, toegang tot een treinstation, et cetera, maakt de school attractiever voor mensen uit Amsterdam? De Europese school is een hele bijzondere waarde van deze regio. Ook uniek in Nederland qua aanbod. De school heeft nog heel veel ruimte. En het is voor Europese werknemers zeer interessant om de kinderen daar naar school te brengen, want de school is gewoon gratis. Maar de extra dat ze krijgen eigenlijk is de moedertaal. Bijvoorbeeld, je komt uit Griekenland, je kind zat altijd in het Britse systeem. Hier hebben we de mogelijkheid de Griekse taal aan te bieden. Witam w Europejskiej Szkole w Bergen. Folwark zwierzęcy. Zapisane, co to jest? I co tam znajdziesz? Deze regio is eigenlijk onderdeel van de netwerkstad die Amsterdam is. Op een half uur afstand ligt dit. Dus je bent binnen een half uur op je werk. Per spoor, maar ook langs de weg. En je kunt je kinderen ook nog op een hele prettige school in een mooie omgeving brengen. Dus onze kwaliteit is eigenlijk net even wat anders dan die van Amsterdam. En tegelijkertijd zijn we er toch onderdeel van. Bienvenue à l'école européenne. We hebben Steve Lewis natuurlijk als een heel belangrijke ambassadeur. Die is net in Londen geweest. We zijn bezig met de makelaars in de regio om ervoor te zorgen dat die gastvrijheid ook qua wonen gecreëerd wordt. Eén aanspreekpunt, zodat mensen op het moment dat ze zich oriënteren op dit gebied direct eigenlijk het goede verhaal krijgen en ook meegeholpen worden in hun zoektocht naar een hele mooie woonlocatie. Jullie gaan ze in de watten leggen? We gaan ze in de watten leggen.